Vandaag kijken Sjaak en Rick Vogels in de Hellegatsplaat, het thuisadres van Sjaak, want die woont hier in Oldgoesplaat. En we komen net terug van de zwartkopmeeuw. De vogelkijkhut die lekker in de luwte van de wind ligt, want vandaag waait de wind uit het zuidwesten, staat een stevige wind. En dan kijken we ook het liefst uit op iets van het noorden, noordoosten. En die hut die heeft de perfecte kijkrichting nu. Nou, we hebben echt hele mooie dingen gezien. Maar daar gaat Sjaak je meer over vertellen nu. Hier zit trouwens een rietzanger de hele tijd te zingen. Dus wij kwamen aan in de Zwartkopmeeuw bij de Hellegatsplaten. En wat wij daar aantroffen is de boerenzwaluwen die nestelen in de hut. En daarvoor staat een tak. Daar gingen ze op zitten. Konden we prachtig fotograferen en filmen. Maar ook oeverzwaluwtjes op een draad. Rechts van de hut. En schitterend. De zwaluwen zijn echt weer massaal aanwezig hier. En ook zagen wij een groenpootruiter aan de overkant. We zagen ook een oeverlopertje. En ook twee zwanen die nogal echt flink aan het vechten zijn allemaal. Waren mooi te fotograferen. Ja, we zagen best wel heel veel eigenlijk. Krakeenden, slopeenden, wilde eenden. We zagen nog meer visdieven. Het hoogtepunt, en één keer zagen we in onze ooghoek twee visarenden aankomen vliegen. Ja, wat ik zelf eigenlijk nog nooit gezien heb, visarenden wel, maar dat ze gaan bidden. En echt, ik zag hem tot 4-5 keer toe echt bidden en één keer naar beneden, helemaal kopje onder en weer boven komen. Tot 4 keer toe zag ik dat hij niks had. En de 5e keer had hij, ja, voor mij was het een voren of zo. Ja, fenomenaal. Wat een schitterend beest ook. Een visarend is trouwens echt uniek, want ze vreet alleen maar vis. Er is geen ene roofvogel die alleen vis of vlees eet, maar een visarend eet alleen maar vis. Ja, wat een schitterend beest. Van die mooie grote grijze klauwen. Ja, een zeearend is prachtig, maar om eerlijk te wezen, een visarend, ja... Ik vind hem zelf persoonlijk mooier. En terwijl we die visarend zagen, kwamen er ook nog twee lepelaars aanlopen. En die forageerden langs de kant. We zien ook overal lepelaars. En in deze tijd van het jaar zijn het vooral en vrijwel uitsluitend volwassen lepelaars. De lepelaars die we hier zien fourageren, die broeden hoogstwaarschijnlijk, nee, vrijwel zeker, op eilanden in het Haringvliet en in het Hollands Diep. Dat is hemelsbreed, helemaal niet ver hier vandaan. Maar nog even terug naar die visarend, dat was natuurlijk spectaculair. Hij vist hier boven het water. Het is hier en daar best nog wel diep water en als hij een vis ziet, dan stort hij zich erop. Ik kon dat helaas niet filmen, want het zicht werd me ontnomen door een paar bomen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hem zien bidden boven dat water. Dat was echt het hoogtepunt van ons bezoek aan de Hellegatsplaten. Het was weer mooi.